Hallo mensen en welkom bij een nieuwe City Skylines video waar ik de afgelopen tijd heel veel van mijn kanaal op heb geloopt. Omdat het een nieuw spel is, kwam ik erachter van hey, we krijgen een nieuwe bouwspel erbij. En instant buy natuurlijk. Dus daar nog even de dag tot een uur of elf wachten voordat ik hem aan kon downloaden. Maar goed, heel veel dode mensen weer natuurlijk, ik weet niet. Gewoon omdat denk ik. Geen flauw idee eigenlijk. Ik was weer vergeten op slaan te klikken, dus gewoon. Dus het ziet er even anders uit, maar het idee is nog steeds. Allemaal lijkenwagens die in de vuur staan. Hey, wat doe jij nou? Er zitten twee gebouwen in het midden hier. Three over-educated workers. Ja, Jezus Christus, man. Het staat wel dat hier vol zou vallen. Pop. Staan ze hier te wachten voor het stoplicht of zo? Nou, ze staan hier te wachten voor het stoplicht. Aha. Misschien moeten we daar even wat aan gaan doen, maar daar kan je niks aan doen, denk ik. Ja, oké. Okay. Maar hier is nog een weg. Ik moet niet veel zeggen, maar. Oké, hier is het ook hartstikke druk. Dit is een driedelige road. En hier heb ik ook driedelig. Dus dat klopt wel, ja. Nou, zullen we deze weg dan even upgraden naar een driedelige? Lijkt wel zo handig, hè. Zo, pop. Nou, ja, Great City, waar je lekker in de file kan staan. Ja, vind ik ook. Ik dacht, het is een mooie afrit, weet je wel. Nee, niet dus. Even kijken, ik heb voor de rest niks anders zeker geïnstalleerd, hè. Nee. Anders deze manier zetten. Maar die hebben we... Hier had toch? Nee, dit is een ander. Even kijken, daar is een brandje aan het uitbreken. Dat is wat afgebrand. Zo. Nou ja, het is een brandje. Steeds een geniale overgang vind ik dit. Nou, mijn stad uit. Nou ja, gaat prima toch? Ik heb wel een tutorial gezien. Een tutorial gewoon bij Steam Community. Als je die pagina opent, dan zie je gewoon. Ik kan het wel even uitleggen. Zo'n gids. Is dat geloof ik. En dan. Trains. Deze te kluizen. Dan. Dat deze afstand gewoon genoeg moet wezen voor een trein om op te staan. Aangezien geen seinen en policies kan neerzetten. Nou ja, dat moet ik eigenlijk ook doen, maar dat heb ik niet gedaan. De volgende komt alweer.
Ja. Kijk, daar rijdt de bus. En deze weg loopt er ook heen, hè? Ik vind het zelf verbazingwekkend, weet je wel. Hier rijdt geen ene hond. Totaal geen ene hond rijdt hier en de andere is het hartstikke druk. Nou, dat is niet te dat begrijp ik niet, hè? Kunnen jullie niet even overheen bouwen? Gaan, for reasons. Even kijken, dan 1780. Waar is het? Nou goed. Meer wordt het niet, hè? Klein stukje. Even kijken of ze daar gebruik van gaan maken, hoor. We staan natuurlijk hier ook allemaal in de file, hè? Oké. Okay. Eens even kijken wat ze allemaal gaan denken. Ze gaan in ieder geval niet deze kant op rijden. Nou ja, dit is natuurlijk ook waarschijnlijk wel sneller. Jezus man. Dikke traffic jam hier, eerste klas. Oeps. Ja, achter voren. Nou, toen ik even die groen licht. Oh, hier rijdt er ook iemand. Zal nu worden aandacht kosten. Even kijken, empty naar een andere facility. Nu zit hij binnen no time vol, hoor. Oké, er is dus iemand opgehaald geweest, denk ik. Oké, dat is normale operating. Ah, dit is wel een mooie snelweg hier. Alleen deze is wat minder. Dit is gewoon een dikke traffic jam in de klas. Overeducated workers. Nou, ah, dan moet je ze maar wat meer betalen. Zo, en eens even kijken of we dit voor elkaar gaan zien te krijgen. 49. Ja, wel 49, moet ik het aanhouden. Nou ja, oké, okay, wordt hem dus niet. Beter. Dan moeten we hier misschien nog even een kop of een afrit doen. Even kijken, geen flauw idee. Je weet het niet, hè? Of ze er gebruik van gaan maken. Het systeem moet dat nog even berekenen. Ja, nou, ze maken er gebruik van. Ja, ik zie het wel. Stiekem much. Oké, dan is het
Ja, er rijdt nog steeds gewoon hond. Even kijken hoor, ik was hier bezig met de op- en afritten. Even kijken, nee, die moet zo komen. Geniaal blijft het ook om zo aan te zien. Geen flauw idee wat het is, maar... Even kijken, ja, dat gaat hem niet worden. Hier eroverheen. Hier eroverheen. Zo. Ik denk niet dat er heel veel klant is hier, dat er geen markt voor is. Hang op de trein. Oh, zo ja. Oh, ik zag wel wat je daar deed. Maak jij het zo snel dat hoeven te verminderen. Oh, die andere kant is niet helemaal gelijk aangelegd. Dat is wel jammer eigenlijk. Ach ja. Even kijken, zo. Steeds dikke traffic jam. Alleen dit stuk, hè. Policies, smoke distribution, spul, free public transit. Zo, en dan zag ik dat er een aantal huisjes leeg stonden nog. Lage landwaarde. Het zou komen dat het dus een huisje leeg staat. Dat is niet zo best hoor, als er dan een huis naast je leeg staat. Even kijken, hier zit de een en ander in hand. Zag ik niet. Even kijken hoor. Er is heel vaak in de industrie. Jobs. Oh, ik moet weer even dit ding hebben. Dat doe ik gewoon zo. Wap. Ja, ik denk dat het zo genoeg is. En dan hebben ze zat ruimte te bouwen. En ja, dat vinden ze leuk. Te bouwen. En dan gooi je dit even vol met commercieel. Letterlijk even ruilen zo, plop. Even wachten tot wat gaat doen. Ja hoor, richting gaat. Ze gaan bouwen. Allebei de kanten trouwens. Even kijken, wat heb jij te zeuren? Not enough goods to sell. Aha. Ik ben net open gegaan, dus niet zo zeuren. Ja. Even kijken, kunnen we hier een aftakking van maken? Oh shit, ken ook nog. Zoning. Pop. Maar we moeten ook even wat echte industrie hebben, hè? Niet zo'n fake wannabe industrie. Zo, en dan hier eentje. Het meeste gedekt. Dan pakken we industrie. Dit is echt industrie, hè? Oh. Hier willen we deze stoel even wel gebruiken. Zo. Ik geloof dat die metro hier ook wel ergens loopt. Ergens in mijn hart voel ik dat gewoon. Ik voel het aan mijn water. Zo. Is allemaal ingekleurd. Even kijken, het is one way als het goed is allemaal. Ja. Oh, netjes. Ja, zie je, loopt de metro onder. Moet even natuurlijk voor de
metro. Nee, wat is de buslijn, hè? Wauw, er staat gewoon een bus al hier, in the middle of nowhere. Dat is heel vraag naar commercieel. Ik vind het een beetje een raar verhaal, eerste klas hoor, eerlijk gezegd. Voor de rest staat er helemaal niet zoveel leeg, ja. Die dingen zitten vol. Even kijken, en nou ja, daar kan ik ook eigenlijk niets aan doen. Even kijken, wat is hier allemaal aan de hand? Ja, die dingen zitten allemaal vol. Het is gewoon een probleem. Even kijken, kan ik nog eens een vuilnisbelt erbij plaatsen, denk ik. Eigenlijk zou er hier ook eentje moeten doen, maar dan zijn ze natuurlijk niet zo blij mee, niet zo keen op. Oké, daar eentje. Zo. Kijken of we het een beetje kunnen spreiden. Misschien dat dat wat helpt hoor, als je het een beetje verspreidt. Oké, dus die, dan die. Zo, pop. Problem fixed. Beetje raar brug dit. Ach wat. Twee bussen achter elkaar, staat het in de fik. Panther is onderweg, vast wel. Hoop ik voor ze. Hier hebben ze niks gebouwd nog. Als het goed is, heb iedereen trouwens ook water, hè? Ja. Wacht even, ja, ook hier al. Dat is, ja, dat heb ik goed aangelegd. Dus, crime rates high, dus zullen we even kijken. Ja. Vooruit. Zo, probleem opgelost. Het is hier een clusterfuck is de klas. Zo'n kleine wegetjes die allemaal er gewoon liggen, weet je. Ja, ja. Even kijken, water. Dit zijn bootjes. Dan moeten we ook even gaan werken. Die kijk nog niet neerplaatsen, want ze moeten op die lijn natuurlijk liggen. Dat is een trein hier. Nou, dan moet je hem hier al ergens. Toch? Cannot connect to route. Dat is de enige complaint. Ah, de city limits, ja. Nou, dat is het probleem dus. Dus als je dit land koopt hier al, zo, als je dat doet, zo, daar. officially expanded, wonder what the local government has. Nou ja, gewoon. Hier al. Zo, voilà. Dan hebben we natuurlijk wat powers nodig. Water, dat zou ook nog ergens vandaan gehaald moeten kunnen worden. Ja. Nee, die halen we hier vandaan, hè. Water. Een beetje langs deze lijn blijven. Dan kun je er altijd nog een waterpomp op plaatsen. Deze, wat hebben we de muziek. Zo, dan zo wel even op. We hebben nog steeds gepower natuurlijk. Nou, we trekken wel even een lijntje deze kant op. Ik ben de broers niet, zo. Problem fixed. Nou hebben we een... I don't know, een road nodig. Kunnen we die weg niet upgraden? Huh.
niet dus. Oh, ik dacht lekker gas. Minder noise komt er vandaan dus. Nou, gelijk maken we handig. Nou, dat is wel aangelegd. Kijken of er wat honden op afkomen. Ik weet het niet. Passengers come and go outside the city by ships. Bla bla bla. Nou, als je hier zo'n ding hebt, dan kun je er hier ook weer een inzetten. En dan hier eentje. Hier wel. Sound barriers reduce traffic noise. Ja, dan moet je ook niet in de file gaan staan. Oh, Jezus Christus, man. Jezus, dat gaat toch niet? Dat is echt unbelievable. Goed zo. Ja, maar volgens mij is het ook een van de... Ja, maar dan loopt hij ook een weg, hè? In de stad is het wel de snelste manier, denk ik, om daar te komen. Finally recycling. Oh, hier hebben ze eindelijk gebouwd, joh. Oh, dat werd fucking taart. Nou, hebben ze nou natuurlijk heel veel van die troep. Oh, dat is ook allemaal hout, joh. Nee, dat moet geen hout worden. Nee, dat Oh ja, ik krijg nou de... Wat is dit? Dit is de Paint District. Dit is de Arrays. Dan pak je natuurlijk het kleinst mogelijke die er is. Tekenen we even een nieuwe. Lijkt toch zo? Sunset Square. Nou, zo Sunset is die niet, hè? Geen flauw idee. Nou, ze hebben natuurlijk hier spul nou. Nou, moeten ze opnieuw opbouwen. En die gaan natuurlijk troep creëren weer. Nou, troep spullen fabriceren. Going home. Ah, toch mooi zo'n ding, hè? Een tussenschakel. Kunnen we dat ergens anders even een beetje heen dumpen? Want, ik heb hier een aantal van die bijltjes. Ik heb er hier eentje neergezet. Ik ga vallen, het is een cemetery. Deze incinerated. Goed gebruik van gemaakt ook. Dus daar gaan we niks aan veranderen. Die blijft lekker staan. Of ze het dan leuk vinden of niet. Kijk, deze zit vol hier ook. Kijken hoor, dat ik er nou nog twee die dat aan het doen waren, geloof ik. Deze zeker. ...99% vol. Deze. Die. Operate allemaal normal, dus. Ah, oh, deze was het. Ja, oké. Okay. Oh, je ziet er wel wat troep in liggen. Oké, okay, dat valt me nog mee. Nou, dat was dus het trein. How we're doing? Oké, dat ziet er prima uit. Hebben we hier nog klantjes? Ja. Yeah. Oh, kijk, dan gaat het bootje aanmeren. Ah, cute. Holy moly. Holy. We moeten dan helemaal door de stad heen rijden. Ja, en dan krijg je dus een traffic jam zoals hier. Maar dit is ook het begin van de snelweg, hè? Ja, deze moet helemaal leeg, ja.
daarmee gerelocated worden. Deze die mag normaal operaten. Deze moet er geleegd worden, deze twee. Dan kan ik de snelweg gaan doortrekken. Want ik heb hier twee snelwegen. Eentje die zo loopt en eentje die er altijd al lag. Hier al. Als ik deze dan bijtrek en dan gewoon er overheen laat gaan. Dan gaan we die kant op bouwen. Denk ik. Dat hij dan hier gewoon split, zo bla bla bla, dan hier zo ingaat, pop. En we kunnen hier ook gewoon snel van maken en hoger. Moet ik alleen even de halve stad slopen, maar dat maakt niet uit. Zolang ik er zelf maar niet hoef te wonen, is het allemaal prima. Dan maakt het niet heel veel uit. Even kijken, drie huisjes zo te zien. En drie dooien, vier dooien. Nou, dat valt mee te leven. Oké. Kijk, wat is dit in godsnaam alweer? Not enough customers. Dat is wel een vraag naar industrie en commercial, hè? Dat vind ik dan wel een raar verhaal, dit. Dat is gewoon een hele wijk die ik erbij heb getekend, dus. Dan vind ik het eigenlijk niet zo gek dat ze vragen hebben naar politie, dus. Laten we eens even hier een ingeven. Brandweer. Politie, healthcare. Ze gaan niet zo best gaan hier. Cemetery. Kan ook niet gemist worden, denk ik. En qua zoning, ik heb hier wat huisjes, ja. Misschien dat het te veel herrie maakt zo. Ze moeten natuurlijk hier langs, hè. Ja, daar word je niet blij van als je hier elke dag overheen moet. Dus nou gaan ze er zo op, hè. Dan komen ze hier vandaan, denk ik. Om gewoon de kortst mogelijke route volgens mij te nemen. Dus als je deze weg gewoon overheen laat gaan, deze opslagafrit verwijderen en hier een snelweg van maken. Deze nog aan het legen, dus het gaat nog even duren. Dan hier gewoon doorheen bulldozen en een snelweg van maken. Nee, ik bedoel deze. Zo'n hoog ding, weet je wel, met van die barriers. Ik denk dat hier voor de rest niks qua parkjes en zo staan. Dan kun je gewoon een snelweg op. Special Ready Occupied, omdat ik over een weg heen probeer te tekenen, maar... Moet lukken. Most Attractive City Award, Happy Mayor. Oké, die heb ik al duizend keer voorbij zien komen. Eens kijken, had ik dit ding al niet eroverheen gebouwd? Echt, ik zou het niet weten meer, joh. Kijk, het staat in de fikkie letterlijk en figuurlijk. Dus, die is te vol. Dat had ik ook niet verwacht. Die kunnen ook wel ergens anders heen dumpen. Mooi, local manufacturing staff. Nou ja, dit moet eigenlijk niet gebeuren, maar... Eigenlijk, ja, deze moet oprotteren. Even kijken, waar is het? Hier. Het is een beetje traffic jammed hier. Maar het schiet niet dat ze allemaal in de file staan hier natuurlijk. Ik weet niet waarom die bussen hierin rijden, maar... Ik mis de logica ergens. Ik heb nog steeds die vliegtuigen niet. Wanneer krijg ik een vliegtuig? Dat wil ik weten. Nuclear power plant. Yes, die hebben we bijna. Volgend level. Is er niks. Ik heb dit geunlocked. Dan
Oh, dat is al de volgende. Ik kan niet verder kijken dan de volgende, zeker. Oh wel. Meer mensen, dat gaat voorlopig niet lukken, denk ik. Nee. We moeten wel even kijken, want die trein moet kennelijk doorgetrokken gaan worden. Deze kant op, zo. Godsdank wel eens de trein. Ja, ik wil omhoog gaan. Dat is een probleem eigenlijk. Alleen hij laat me niet omhoog gaan. Of hij laat me hier niet afslaan. Oké, hier wel. Even kijken, ik omhoog. Zo is het out of city limits. Hoe zit dat nou weer? Unbelievable, isn't it? Ik kan niet eens omhoog bouwen. Want het out of city limits bullshit. Dat is wel net, eigenlijk vind ik. Nou ja, het is in ieder geval de aanbouw. Hoger. Hier zo snel mogelijk afslaan. Ja, dat dachten we natuurlijk niet, hè. Ja, meer kan ik ook niet van maken. Oké, die zijn allemaal ziek. Waarom is dat nou weer alweer? Zitten ze zo'n groot kring neer? Dit is een hospitaal, hè? Yes. Firehouse. Nou, het is wel een druk station hier, dus... Nou ja, goed. We hebben nog wat mensen in de stad nodig. Het zijn steeds minder waarschijnlijk die erin komen. Ja, het gaat nog wel even duren. Maar goed, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar dit deel. Vergeet niet even de duimpjes omhoog te doen, te abonneren als je het nog niet gedaan hebt. En dan zeg ik tot de volgende video.